Coach Robijn Spaan, over 3-1 overwinning tegen een moeilijk in te schatten ploeg, had ik de indruk. Ja, warm en koud. Hè. Ik dacht 9 overwinningen, 10 nederlagen, 1 gelijkspel. Dus dat is winnen of verliezen. Als je over de 20 wedstrijden bekijkt. Ze hadden ook 5-0 gewonnen tegen en Neerpelt en Duffel. Dat zijn toch twee topploegen. Hè. Ja, je komt toch wel met het nodige respect naar hier. Je speelde bij Kunstgrasveld. Gelukkig trainen wij er regelmatig op. Maar het zijn toch altijd andere omstandigheden. Wat hij natuurlijk wel meegenomen was dat het op staaien was. Mensen hebben ons ook prachtig ontvangen. 3750 supporters, dus een schitterende voetbalsfeer. Dus dat was inderdaad, laten we zeggen, een toegevoegde waarde voor deze moeilijke wedstrijd aan te vakken. Zoals we weten wil iedereen 200% tegen ons spelen. En we waren wel scherp begonnen, maar het was eventjes zoeken. Want hun speelden ook in een heel andere opstelling. Net als iedereen die altijd een andere opstelling speelt. Dus het was eventjes zoeken voor de eerste helft. En na zo lang zoeken hebben we toch een mooie afstandsschot van Tom. Een mooie goal kunnen maken. En van daaruit hadden hun steeds meer balbezit en zijn we weer anders gaan spelen. En dat ging veel beter. We hadden veel meer rust op het middenveld ook. van daaruit steeds doseren en steeds goed kantelen. En goed de rust houden tot wanneer we de tweede helft sterker naar buiten zijn gekomen. David de Beul, 3-1 overwinning, volledig verdiend. Absoluut. Ik denk dat daar niets op aan te merken is. Het enige wat we ons nog kunnen verwijten is dat we het misschien iets te lang hebben. We hadden het eigenlijk sneller moeten afmaken. Dus nu komen ze nog op 2-1 en dan weet je dat nog altijd gevaarlijk kan zijn. Gelukkig scoort Andries die 3-1. Maar het had eigenlijk op dat moment al 3-4-0 moeten geweest zijn. Ik vond wel een... we hebben het met de technische staf onder elkaar gezegd. Wat hebben we nog doen om gewoon te scouten zaterdag en zondag? De weken ervoor, dat weten we niet. Want als een tegenstrever tegen ons op het veld komt, zijn die helemaal aangepast. Hè. En die mensen speelden met 5 achterin. Als we positief zijn, dan is het met 3 achterin, maar die is uiteraard met 5 achterin. Maar ze wisten dat we met 2 diepe spitsen speelden. In het begin vond ik dat we te veel vanuit het duel voetballen, te weinig vanuit de ruimte. Maar natuurlijk is geen ruimte, hè, want alles wordt dichtgegooid. Je bent dan toch wel wat beducht voor hun zeer sterke voorlijn. Ze hebben in totaal de 3 voorspelers 2 of 33 goals gemaakt onder hun drietjes. Dus je moet altijd toch alert blijven. Je moet de offensieve markings goed blijven doen. En je wordt verwacht dat je het spel naar je toe trekt. Jij was niet bij de startende elf. Je moet wel vrij snel invallen omdat Dairon uitviel. Ja, klopt. Je bent nog koud, maar ja, daarna moet je gewoon de knop omschakelen en gewoon paraat staan om in te vallen en gewoon meedraaien gelijk. Was in het begin wel nog wel even, de eerste 10 minuten was even lastig voor mij. Dus eventjes inkomen in de wedstrijd en je bent nog een beetje koud, maar daarna dan kom je iets meer in de wedstrijd en het ging wel iets beter. Vandaag jouw terugkeer, eindelijk terug op het veld. Ja, echt, het heeft lang genoeg geduurd. Ik ben zeer blij om terug te zijn. Ik ben gewoon blij om deel te mogen maken van zo'n fantastische club. En dat kan ik nu ook tonen. En met zo'n fantastische spelersgroep, perfect, het perfecte scenario. Nu moeten we gewoon doorgaan op dat elan. Dan ze al bezig waren. En ik ga ook proberen mijn steentje bij te dragen als ploeg. Dat is het uiteindelijk het belangrijkste. Nu moeten we zo snel mogelijk die kloof uitbreiden. Ik vind dan persoonlijk dat we een hele sterke tweede helft hebben gespeeld. We komen er op een belachelijke manier krijgen we een tegendoelpunt. Dat mag nooit gebeuren met deze niveauspelers. Dat is een fout die mag je niet maken. Je wilt de bal laten buiten lopen en er zit een tegenstreven. Ja, dat is niet een kwestie van, daar moet het juist zijn. Hè. Daar moet die bal, dat is zelfs geen kans, dat kan je geen kans noemen. Dus wat moet ik stellen? Als ik de negatieve noot bekijk, dan zeg ik dat we 2 weken op rij een ongelooflijk dom doelpunt krijgen. Waarbij we 2 keren eigenlijk een beetje mee in de problemen komen. Gelukkig zijn we niet in de problemen geweest. Want voor dat tegendoelpunt denk ik dat de marge al veel groter had moeten zijn. Je zag de tweede helft dat we wegliepen van de tegenstrever. Je zag dat zij het tempo niet meer aankonden. Je zag dat het speelveld verder te groot werd. En dan komt natuurlijk de onvermijdelijke Dries Vintoze boven.
Davy, hoe dicht kan je bij een doelpunt zijn? Ja, ik had eigenlijk mijn hand er moeten afdoen, dan kon ik tenminste trappen. Maar ik controleer de bal op de borst en ik kom dan in de zwaai op mijn hand. En ja, dat was het moment weg. Dat was de keeper daar, dus jammer. Maar ja, oké. Dat is dan voor een andere keer. Als we maar winnen, voor mij is dat het belangrijkste. Uiteraard scoorde graag, maar die 3 punten en het kampioenschap, daar doen we het voor. Nu, richt naar boven, richt naar die titel. Ja, klopt. Die staat helemaal bovenaan, maar daar zijn we nog niet. We hebben nog een paar wedstrijden te gaan. Elke wedstrijd als we finale zien, dan komt het wel goed. Jij bent net als elke andere speler, je wil het nog niet gezegd hebben. Nee, zeker niet, zeker niet. Je weet, voetbal is een raar sport. De bal gaat overal naartoe. Het kan altijd verkeerd rollen, de bal. Dus tot nu toe doe het heel goed om de wedstrijd gewoon winnen. En dat houden we zo. Voor mij persoonlijk, Tom Pietermaat, man van de match voor Beerschot Wielrijk. Als je over de volledige 80 minuten voor hem bekijkt, dan heeft hij een sterke wedstrijd gespeeld. En ik ben echt heel blij. We hebben, denk ik, 1, heel veel geduld en tijd ingestoken in Tom. Maar hij heeft dat, hij verdient dat. Ik ken Tom van op KV Mechelen. Tom is een klepper. Als je kapitein van de nationale ploeg bent, waar Dennis Praat in speelt, dan heb je iets in je mars. Dan ben je een teamplayer, dan ben je een speler die in functie van andere spelers altijd speelt. En eindelijk dat we vandaag met Tom hebben kunnen, heel de competitie hebben niet kunnen spelen met Tom. Je mag hem inderdaad, als je over de volledige 80 minuten ziet en als je weet van waar hij komt, dan zeg ik inderdaad chapeau voor zijn manier van spelen. Maar dat is geen verrassing voor mij. Alleen